vruchten. Ik ben begonnen met de bovenkant van een bijenkorf. En ja, normale mensen die het goed kunnen doen met een dag. Ik ben er wel een paar dagen zoet mee. En dit is dan een huisvesting voor mijn bijen. Ik ben imker. En voor de aardigheid doen we de bijen in korven. Ja, voor de productie doen we het in kasten. Dat is een beetje handiger, dan halen we meer honing uit. Dit is eigenlijk de korfhouderij was een imkerij van voor de oorlog. Ja, dat hield een beetje op bij de Eerste Wereldoorlog. Toen ontdekte men dat het in kasten werken handiger was. En toen is dit eigenlijk verdwenen. Ja, ik heb er één korf waar bijen in zitten thuis en de rest is allemaal in kasten. In het voorjaar is er een nijvere handel in bijenkorven. Bijenkorven. En je hebt in Veenendaal een markt altijd. Dus van oudsher was er een korvenmarkt. En iedereen die een volk over had, die bracht het naar Veenendaal toe. Dat is nog steeds zo in augustus. In de winter was dit van oudsher deed die boeren op de Veluwe waren kleine boeren. Die hadden dus bijen nodig om een beetje het centen te verdienen het hele jaar. En in de winter dan gingen ze op de deel zitten, gingen ze korven vlechten. En dan tegelijk was het heel gezellig, want de buurt ging mee. Ze hadden het dan ook gelijk over de hele buurt. Het was klaar, hè? Dan was het sociaal gebeuren. Maar dat wij zijn zo uitgeklust met z'n tweeën, want we kennen elkaar al jaren. Iemand die het goed kan, die doet er een dag over. Dan heeft hij hem klaar. En dan vangt hij, kijk, €50 heeft hij dan verdiend. Dat is een beetje weinig. Ik ben nog niet zo bedreven, ik doe er een paar dagen over. Ja. Maar kijk, ik doe nou een poosje en ik denk dat ik volgende week hier weer zit, ga ik weer verder. Het heeft geen haast. Dus, en mijn vrouw die probeert een wiegje te maken. We hebben al thuis, zij heeft al een keer een korf gemaakt en ik. Dus we hebben er al een paar staan. Maar ja, nou wordt er een wieg voor het kleinkind. Die moet er straks achter duwen, denk ik. Ik zou zeggen, kom een stukje dichterbij, want ik wil even graag weten wat u heeft. Heeft u een euveltje, narigheid, of bent u verkouden? Ja, dit is heel koud. Ja, nou dan kunt u van mij een mooi kruidentheetje krijgen tegen de verkoudheid, ja? Dan schenk ik dat eens even speciaal voor u in. Zo. Kijk, en daar staan alle kruiden die erin zitten. En dan moet u dat eens drinken. En dan zullen u merken dat u vanavond echt een stukje opgeknapt bent. En u wordt ook lekker warm van binnen, want ik zag net dat u hele koude tenen had. Als u zegt, nou ik hoest heel erg, dan zou ik zeggen, neemt u hier even een lepeltje van die dennennaaldensiroop. En dan zult u zien dat u tenen even uw keel helemaal verzacht. Of heeft u misschien een wondje, een naar wondje, een kloofje of zo. Dan doen wij hier een beetje smeerwortelsalf erop. Even verbinden, 2 dagjes laten zitten en het is over. Allemaal middeltjes van vroeger. Dus niet die dure middeltjes van nu kopen, maar gewoon terug naar vroeger. En die middeltjes die je zelf maakt. Nou, dat had je vroeger uit de natuur, hè. Mensen die in de natuur leven, die hebben natuurlijk gewoon, die gaan uitproberen wat werkt. En dan merk je vanzelf of je er beter van wordt. En dat leer je natuurlijk van moeder op dochter. En op een gegeven moment had je natuurlijk ook echt kruidenvrouwen die daar gespecialiseerd in waren. En de dokter moest je betalen, dus dat was veel te duur. Dus als je dan zegt, nou dan ging je even naar zo'n tante die dat precies wist. En dan kwam je met je kruidendrankje of je smeerseltje naar huis. Zo ging dat vroeger.